Nou, ze hebben jou naar voren geschoven vandaag om iets te gaan vertellen. Leg ons nog eens één keer uit, hoe werkt dat nou precies met karbid? Dat schieten zelf bedoel je? Oh ja, dat is gewoon twee klontjes in de melkbus drukken en dan een beetje water eroverheen en dan komen de gassen vrij. Oh. Godverdomme. Ja, dan hoef ik niet meer te vragen wat er dan komt, hè? Kio. Even een reactie? Ja, knal lekker. Godverdomme. En Mart, we zijn die buurzen bij het karbidschieten. Ja. Vertel eens, hoe gaat dat dit jaar? Ja, dit jaar hebben we het anders dan normaal aangepakt. En we hebben dit jaar gezegd dat we met meerdere groepen naar buurseizoen gaan schieten. Nou, en dat is voor mij wel best wel gelukt. Het zijn vijf groepen bij elkaar, heb ik dat goed gezien? Ja, vijf zoiets, ja. Ik weet niet, zelfs niet eens precies hoeveel, maar ongeveer vijf. Dat zijn... En vertel eens, wat is voor jou nou de lol aan karbidschieten? Gewoon, knallen, ja, dat is mooi. Gewoon harder proberen, toch? Het gaat om de harde knal. Nou is het dit jaar erkend, hè? Het staat op de lijst van erfgoed. Karbid gaat er nooit meer uit. Wat vind je daar nou van? Oh, dat wist ik trouwens helemaal niet, maar dat wist ik echt niet. Maar wel mooi om te horen. Ook jij weer knal. Thijs, je bent de aanstichter van dit leuke feestje hier. Ja, dat zeg ik ze wel, ja. Ja. Het is nu anders dan anders, want nu zijn alle groepen bij elkaar, hè? Ja, zeg maar, dit is de eerste keer dat smiddags karbid gaan schieten. Normaal gesproken doen wij Sylvesterparty organiseren. En nu zegt de jongens van, Thijs, mogen we smiddags niet bij de tent karabin schieten. Daar heb je ook een beetje controle over. Dan heb je ook niet her en der in heel Buurse karabin geschieten. En Famke, jullie staan hier heel gezellig met een biertje in de hand. Ja. Wat is dat leuk, karabin kijken? Ja, gewoon sfeer, het kabaal, ervaring. Als het mislukt, gewoon lachen. Het is gewoon gezellig. Iedereen komt bij elkaar. Alles is, ja, alles mag, alles kan. Dat is het gewoon. Dus die knallen zijn voor jou een beetje bijzaak? Ja, voor mij is het gewoon de gezelligheid. Maar het is wel natuurlijk mooi om te kijken. En de jongens die dan hartstikke veel tijd erin stoppen. Dat is gewoon mooi om te zien. En dan, ja. Vooral die jongens, hè. Een van de jongens vroeg mij net, ga jij ze even vragen of ze vinden of hier leuke jongens tussen staan? Of ik hier vind dat er een leuke jongens uitstaat. Ja, er staat één hele leuke jongen hier. Dus nee, naar de rest kijk ik niet. Maar er zijn genoeg single ladies hier, dus het moet vast goed komen. Had jij leuke plannen om een soort single pagina te openen voor alle meisjes die nog een vriendje zoeken? Ja, ik dacht gewoon zo'n vrijgezellen pagina. Daar kan iemand een foto op sturen. En meiden, vriendinnen, die maken een leuk tekstje erbij. En wie weet reageert een leuke jongen daarna. Een grote knal dan, hè? Ja. Dat zeker, hè? Richtige knallen, Annie. Ik ben er.